Hallo kijkers en bewoners van de GameStad en welkom bij deze nieuwe Sims 4 aflevering waarin Marnik nog steeds op het toilet zit, want daar waren we de vorige aflevering geëindigd. Ja, normaal tempo. En hij zit even op het toilet, hij heeft ook honger trouwens, dus ja, dit moet hij trouwens eerst even opruimen. Dan moet hij maar ontbijten, een roereitje. Wilt hij wel doen denk ik, hoop ik. Wanneer moet hij naar zijn werk? Over 3 uur moet hij gaan werken. Dus ja, dat moet dan ook maar gebeuren. Oh, dit water ziet er zo cool uit. Ik weet niet waarom, maar het ziet er echt cool uit, dit. Vind ik echt er cool uit, you know? Ja. Ik vind het cool dat je huizen kan zetten. Gewoon, ik vind dat cool. Ja. Anyway, ik weet niet waarom dat ik zo random daarover begin. Maar, hoe dan ook. Ja, hij gaat koken hoor mensen, hij maakt een roerei. Trouwens, ik heb zin in roerei nu, holy shit, dat is zo lekker, maar zo lekker, wauw. Je bent niet bepaald goed daarin, hè, zo te zien. Goed, dom kind. Het ziet er wel nog zo uit. Ik weet niet of je het lekker gaat vinden, maar oké. Okay. Dat is dan maar... behoeften, ja. Eten, hè. Eten. Eten. En daarna moet hij toch nog even iets voor zijn plezier doen, denk ik. Hoe laat is het? Dus we kunnen hem nog even... hij kan nog wel even gewoon... gezellig doen een chatten. Dat gaat ook meteen voor zijn sociaal en voor zijn plezier denk ik ook wel. Dus dan gaat hij nog even chatten en daarna kan hij wel nog even een game spelen, namelijk Blikblok. Ik weet niet wat Blikblok is, waarschijnlijk iets van Tetris of zo. Maar ja, waarschijnlijk is het iets met Tetris verwantachtig iets. Ja. Kijk, dan gaat hij even chatten. Kijk, dan gaat ze sociaal ook naar boven. En dan kan hij daarna toch even zijn handen wassen en zijn tanden poetsen. Want daarna moet hij toch wel even naar werk. Denk ik dan. Maar je moet echt dringend... Hij moet bijna naar zijn werk. Dus hij moet dat even annuleren. Annuleren, annuleren, annuleren. Dat ook. Ja, zie je dat het Tetris is? Blijkbaar is het niet Tetris dat je moet zeggen. Het is Tetris, maar ik heb het al heel mijn leven Tetris gezegd. Ja, geen idee. Voilà, handen wassen voor zijn hygiëne. Nog even zijn tandjes poetsen. En dan is hij klaar voor zijn prachtig werk. Ik denk dat hij ook wel nog even kan douchen trouwens. Even douchen hoor. Even douchen. Even vlug. Gewoon even vlug douchen om die hygiëne toch nog iets hoger te krijgen. Want dat is dus echt een drama. Ja. Hij moet bijna naar zijn werk hoor. Dus ik kan niet langer meer onder de douche staan. Sorry jongen. Ja, outfit. Cool. En dan ga je zo meteen mooi naar je werk vanaf het uit. Kan. En dat is nu naar je werk gaan, jongeman. Het is tijd voor je werk. En wat gebeurt er dan? Ik heb maar 1 sim, dus ik denk dat ik dan gewoon op snel tempo ga. Want ja, is het toch op zijn werk? Dus dan moeten we gewoon overslaan. Ja, dat is nog een logiek. Vind ik dan persoonlijk. Dus dan gaat hij introvert. Gespannen, oh lord. Hoe lang moet hij trouwens nog... Holy damn, hij heeft 200 simoleon dollars verdiend. Nou, behoeften. Hij heeft plezier nodig, dus we gaan maar even een spelletje spelen. Sims voor altijd. Ik denk dat dat de beste optie is. Hey, rustig man. Ga gewoon even lekker spelletje spelen. Lekker, lekker,
relax. Oké? Gewoon lekker relax. Spelletje spelen. Je weet zelf. Ja, kijk eens aan zeg. Kijk. Zo. En dat doen we even op snel tempo. En dan doet hij dat wel even. En dan kunnen we ondertussen ook even snelle maaltijd gaan eten. Namelijk cornflakes. Avondeten cornflakes, waarom niet? En daarna gaat hij ook maar eens naar het toilet. Ja. Gamen. Is gamen een vaardigheid? Ik kan de... Ja, wauw. Man, ik kan nu gamestrategieën met anderen bespreken. Wauw, dat is... Wauw. Ongemakkelijk. Ja, ik denk dat we toch even naar het toilet moeten. Nadat we even gegeten hebben. Ja, sorry, maar dit moet echt even op snel tempo, hoor. Want ik ga niet de hele tijd wachten tot... Oh, kijk, ze blaas, hupsakee. Ja... En dan kunnen we gelijk ook naar bed. Voilà. Ja, zo wordt Marnix. Zo is Marnix de dag. Eten, pissen en slapen. En natuurlijk ook in The Sims, hè? Niet in real life. In real life moet je natuurlijk ook nog stage gaan doen bij DDG. En video's opnemen en GameStad runnen. Maar hier is het gewoon eten, slapen, werk, pis. En game. Ja, dat is het. Is het al ochtend dan? Holy shit, het is al ochtend. Wauw. Heeft hij wel goed geslapen? Ja, hij heeft wel goed geslapen. Oh, hij gaat vanzelf een roerei maken of zoiets. Of tosties of whatever. Dat vind ik wel goed van hem. Dat vind ik heel goed van hem. Okay. Of een slaatje. Hij is een slaatje aan het maken zelfs. Wauw. Maakt gewoon een slaatje als ontbijt? Ja, kan natuurlijk altijd. Mij hoor je daar niet over klagen. Is goed hoor. Of wat is dat? Of zijn het... BLT? Whatever, hij eet. Is goed. Is in orde. Ik weet niet hoeveel het bijvult, maar oké, okay, we zullen het wel zien. Hygiëne. Ja, nu moet hij toch echt wel even douchen, hoor. Nu moet hij toch echt wel even douchen. Was de hygiëne... Er gaat zometeen een groene stank van hem afkomen dat je niet wil weten zelf. Hé, hey, je moet het nog opeten. Wat ga je nu doen? Ga je nu eerst douchen en dan verder eten? Dat is een sandwich. Dan gaan we daarna nog wat eten. Wat? Wat? Dude. Je moet douchen. Nou, eet eerst maar je ding op. Dan is je honger bijgevuld. En dan moet ik enkel nog maar even met je gaan pissen in het toiletje. Eet je verder of niet? Want je moet echt eten hoor, man. En daarna doe je toilet. En daarna ga je douchen. Ja? En daarna ruim je dat op. En dat ook. Ja? Begrepen? Oké. Okay. Maar je hebt niet veel tijd meer, maar je moet gaan werken. Ja? Dus, of moet die niet gaan werken? Nee, die moet niet gaan werken, zeker. Wauw, die moet niet eens gaan werken, man. Ik zit hier te stressen en die moet niet eens... Wauw. Nou, anyway, je moet toch douchen. En alles opruimen wat je vuil maakt. Dus, dat maakt geen zak uit. Ja, douche maar. Hupskee, lekker douchen, hupsa. Oh, kleine boos. Ja, natuurlijk, ja. Marnik, je kan goed zingen, moet ik zeggen. Ja, holy damn. Wel, aangezien we toch een vrij dagje hebben... weet ik veel wat we kunnen doen met hem. Remco. Oh, we hebben royalties gekregen van Remco's verhalen volume 1. Fantastisch gewoon. Dat is cool. Ja, dat is echt cool. Het is echt leuk dat je verhalen kan schrijven. Vind ik echt leuk. Daarna gaan we maar met iemand kletsen, denk ik. Kletsen met...
Femke was niet getrouwd. Waarom staan er hier twee Femke Timmermansen? Huh? Maar ik dacht dat het deze was waarmee we iets konden doen. Dus dan gaan we daar maar even mee kletsen. Nou, we zetten het even op sneller tempo. Ja, ruim dat maar op. Inderdaad. Ruim het maar op, jongeman. En je kan het meteen afwassen. Je gaat niet er gewoon maar inleggen. Kijk, ja, voilà. Mooi. Brave Marnik. Brave Marnik. Kan ik in het water? Ik vind het stom dat er geen dingen in zitten. Geen zwembaden en zo. En geen peuters en geen kindje kan maken. Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik echt dom. En als ik daarvoor echt per se een uitbreidingspakket moet kopen om kinderen te kunnen krijgen met iemand, dat is echt zielig. Dat is dan één nadeel aan de Sims, dat je echt heel veel dingen moet kopen. Maar ja, oké, we gaan werk. Oh nee, ik dacht dat hij kon werken, maar dat is niet zo. Schrijven, schrijven oefenen. We gaan gewoon schrijven oefenen, want dat is belangrijk, denk ik. Aangezien zijn job auteur is en dat gaat hem ook sneller levelupperen. Dus dan gaat hij maar even schrijven oefenen. Ja, schrijven oefenen, schrijven oefenen. Dat moet hij wel eens doen. Wat is dit hier trouwens? Een boek uitlezen? Heb ik een boek? Ik denk niet eens dat ik een boekenkast heb. Ik heb geen boek. Ik wil een boekenkast. Dat wil ik wel. Kamer. Heb ik hier trouwens nog iets? Nee. Ja, boekenkasten. Kasten. Nee, daar zit het niet in. Aanrechten. Nee. Hier. Boekenkasten, ja. Kinderboekenkast. Nee, intellectuele illusie wetenschappen. Heldere blik. Boekenkast. Jong van geest zen. Enigma. Shugard. Hovercraft mega boekenkast. Ja. Ik vind deze boekenkast er wel cool uitzien. Kost wel. Hoeveel kost dit? 700. Oh my god. Ja, we hebben toch geen nodig. Dus ik denk dat dat een goede uitgave is. Zo. Daar hebben we coole boeken. Ik vind hem ook wel cool staan in deze kamer. Dit wordt gewoon de studiekamer. Hé, hey, dat is een spiegel. Kijk, de reflecties in Sims 4 zijn nog redelijk goed ook. Vind ik wel cool. Onze schrijven is ook gelevelupt. Nou, dan gaan we een iets lezen. Nee, wacht. Boeken kopen. We gaan. Fantasie. Oh ja. Pinky Roezelrok. Oké dan. De ondergang van Grand Rodiek. Wel. We gaan gewoon een paar boekjes kopen. Spel der tonen. Shorts QQ, man. Oh mijn god! Een fucking dikke Game of Thrones ding hier in de ban van de whip in plaats van in de ban van de ring van Tompkin. Dit is gewoon fantastisch, dit. Dit is echt fantastisch. Wauw, dat is echt cool. Game of Thrones en Lord of the Rings verwijzing in Sims 4, mensen. Holy shit, dat is echt cool. Dat is echt wauw. Dat is echt wel cool. Oké, maar we gaan even verder. Maar even vooruit spoelen. Niveau 3. Ik kan nu korte verhalen en excuusbriefjes voor andere Sims schrijven. Ik kan ook non-fictieboeken ter referentie lezen. En favoriete boeken en schrijvers bespreken met andere Sims. Dat is cool. Nou, dan gaan we maar naar niveau 4, denk ik. En dan gaat hij maar een boekje lezen.
lezen. Hij gaat, hij gaat, heb ik dingen niet gekocht dan? Het spel der tonen? Nou, dan lezen we dat gewoon even. Doen we gewoon. Gespannen? Waarom is die gespannen? Nou, dan moet hij maar even lezen hoor. Dan zal die niet gespannen zijn. Ofwel. Schrijfblokkade. Ja. Maar doe maar even rustig. Lees maar even lekker. Het is bijna uit, jongen. Nog even. Sorry. Dan mag je mag daarna even een bedachtzame douche nemen. Kijk, dan is het ook weer gebeurd. Televisie kopen. Ja, dat moet ik eigenlijk ook nog doen. Maar ik heb niet echt veel centjes nog. Dus, oh lord, hij is weer aan het koken, mensen. Hey, waarom laat je een zoutvaatje daarin vallen? Is het een tosti dat hij gaat koken? Ik denk het wel. Ah, ik heb jeuk aan mijn oog, mensen. Niet opletten. Holy shit. Ah, damn. Ah, er zit iets in mijn oog. Anyway. Oh, wow. Dat is echt shit. Een bad nemen, gespannen zijn. Ja, dude. Je kan wel een douche nemen als je wil. Een stomende douche. Na je eten wel. Na je eten, jongeman. Maar ik denk dat ik hier de aflevering ook dan zal eindigen, zowat. Ik denk dat het een lange aflevering was, ik heb geen idee. Zullen altijd wel redelijk lange afleveringen zijn ook hoor. Van Sims. Ah, wauw, er zit echt iets in mijn ogen. Ah. Damn. Is hij nu een douche aan het nemen of... Nee, dus. Stomende douche. Kom. Want, wat doet dit ook? Van een stomende douche worden Sims flirterig. Energiek. Kan echt tot inspiratie leiden. Wel. Wat? Waarom staat die kerel aan de deur? Vragen om binnen te komen. Waarom sta jij hier? Ah, en Fabi. Ja, heb Fabi. Wow. Flirterig. Oké. Okay. Ongerust over promotie. Hoe kunnen we hem ongespannen maken ook? Ik weet niet hoe we hem kunnen ontspannen. Hart luchten. We gaan even onze hart luchten tegen die kerel. Want hij moet echt van dat gespannen gevoel af. Echt. Ik vind het niet leuk. Maar anyway, ik ga de aflevering hier ook beëindigen, denk ik. Hoorde beret. Vraag om weg te gaan, want dan gaat Marnik lekker. Ja. Dag, want hij moet slapen. Oké. Okay. En als hij gaat slapen, dan is het weer lekker. Zo, hupske, in bedje. Ja. Oké, maar ik denk dat hier de aflevering gaat eindigen. Als je deze serie en aflevering leuk vond, laat een like achter onderaan de video. Voeg hem toe je favorieten en deel met vrienden. Abonneer op GameStat als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer ook even op mijn kanaal als je nog meer The Sims 4 wilt. En dan zie ik jullie de volgende keer terug in een nieuwe aflevering. GameStat, bewonertjes. Ik zeg, bye!